Hoi, ik ben Bob. Je kent mij misschien van LEGO Masters seizoen 3. En we gaan vandaag LEGO Friends Heart Lake Internationale School bouwen. De LEGO Friends Heart Lake Internationale School, dat is eentje die ligt bij mijn hart. Want ik ben in het dagelijks leven zelf docent. Hier ziet het er in elk geval heel erg vrolijk uit. Ik zie iets van biologie, schilderen, filmen en ik zie vooral heel veel kleur. In deze set komt eigenlijk alles aan bod wat je ziet bij een school. Nou, wat mij ook direct opvalt is dat het een stuk hipper is geworden met een nieuw logo. En er zit ook veel meer detail in. LEGO heeft zichzelf echt weer overtroffen met deze eigenlijk heruitvinding van LEGO Friends. Leuk, ik ben benieuwd wat erin zit. Kijk, er zit weer genoeg in. De kleuren spatten je tegemoet. Kluisjes, ramen, planten. Zelfs in de stickers hebben ze heel veel detail zitten tegenwoordig. Ah, ik zie dat je ook met een app kan bouwen. Dus als je niet houdt van papieren boekjes, kan je altijd nog de app erbij pakken. Ik maak altijd de zakjes ook recht. Dan kan ik goed kijken of er in de hoekjes misschien nog een klein steentje zit. Bij LEGO Friends hebben we geen mini-figs, maar mini-poppetjes. Wat opvalt is dat die zijn iets groter en daardoor kan er ook wat meer karakter in. En dat merk je ook doordat op de zijkant van de doos zie je al elk karakter bij LEGO Friends heeft een eigen naam. Deze, die heeft een laptop. Tegenwoordig geen onderwijs meer zonder laptoppen. Zo, Alicia is klaar. Altijd als ik deze zwarte pinnetjes zie, dan weet ik, dit wordt een modulaire set. Waarbij je onderdelen aan elkaar kan klikken en weer uit elkaar kan klikken. En ook als je later nog eens een keer iets anders koopt, dat ook modulair is, dan kan je dat er ook mooi aan verbinden. We beginnen een nieuwe verdieping. We gaan al meteen de hoogte in met de ramen. Bij dit soort sets is de afwisseling heel leuk. Dus je bouwt eerst de kamers, de muren. Dat is best wel grof werk. Dus dan kan je lekker snel meters maken. Dat is leuk. En na een poosje dan ben je wel weer toe aan het wat verfijndere werk. En dan komen de opdrachtjes zoals bijvoorbeeld een microscoop bouwen. Zo wissel je dat eigenlijk heel leuk af. En dan komen er nog kleinere grapjes. Zoals in dit geval gaat er duidelijk iets mis hier. Er is iets omgevallen. Water loopt eruit. Nou, dat water moet natuurlijk ook op de grond liggen. En daar hebben ze een mooi steentje voor dat ik nog niet kende. Een plasje water. Die doen we er netjes bij. In elke kamer zit weer een nieuwe verrassing. Hij is af. En we zien een hele hoop mini-poppetjes die we in elkaar hebben gezet. Maar we zien vooral een school aan de voorkant. Super vrolijk. Allemaal verschillende kleuren en vormen. Het leukste nog zelfs is aan de achterkant. Waar je al die verschillende klaslokalen ziet. Heel eenvoudig kan je delen van elkaar afhalen en dan op een andere manier rangschikken. Superleuk gedaan. Zonnepanelen op het dak natuurlijk. Je ziet ook dat deze school flink is vergroend. De bijtjes vliegen rond. Hij zit boordevol met allemaal moderne dingen die je ook vandaag de dag in de maatschappij tegenkomt. Ja, hele mooie basis om heel veel avonturen te beleven. Natuurlijk vond ik het vroeger ook wel heel leuk als school voorbij was. Dan kon ik tenminste weer gaan legoen.